Hoi allemaal en welkom bij mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Kurt Nouwen. En zoals jullie in de titel zagen, ik stop met YouTube. Nee, grapje, ik stop helemaal niet met YouTube. Weet je waarom? Waarom val ik nu niet stil? Dat is even omdat ik niet weet wat ik wil zeggen. Nee, dus ik wou gewoon zeggen, ik stop helemaal niet met YouTube. Ik heb gewoon geen filmpjes meer geüpload. Ik heb er wel gemaakt, maar ik heb er geen meer geüpload omdat ik een nieuwe laptop heb aangekocht. En daarmee heb ik geen YouTube filmpjes meer geüpload. Maar geen paniek, ik blijf YouTube filmpjes maken. Voor mezelf en voor jullie ook natuurlijk. Dus ja. En komende weken gaan jullie zien dat ik naar het Slagersfestival ben geweest, dat ik in de Japanse tuin ben geweest en dat ik ook nog eens ijscrème heb gemaakt. Dus er komt hier van alles op. Mijn YouTube kanaal. Ik heb dat dus komende weken gefilmd, maar dus niet geüpload. Dus ja, daarmee weten jullie waarom ik geen video's meer heb geüpload vanwege mijn nieuwe laptop. En ik ga die nieuwe laptop ook gaan unboxen. Dus ja. Dat wil ik ook wel eens graag doen, een unboxing. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus bij de volgende dan. Dus ja, dat was het zo wel een beetje, denk ik. Ja. Dus ik ga niet stoppen met YouTube. Dus ja, dat was de reden. En de reden waarom ik dit filmpje maak is om toch een update te geven. En dat ik jullie nog wil laten weten van dat ik er nog wel ben. Maar dat ik gewoon op mijn laptop aan het wachten ben. En ja, en als ik een eigen laptop heb, dan kan ik wekelijks terug een video uploaden bedoel ik. En editen natuurlijk en dan ja. Komen er weer video's aan. Dus ja. Als jullie op de hoogte willen blijven van mijn filmpjes, vergeet dan niet te abonneren. Een duimpje omhoog te doen. En als jullie een video gemist zouden hebben, kunnen jullie op het eindscherm klikken. Of ja, gewoon naar mijn kanaal gaan. Dat gaat ook natuurlijk. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie. En elke vrijdag om 7 uur komt er dan een video online op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende keer. Bye bye.